Het is vrijdag 30 september en er is weer een nieuwe Autogek. Welkom weer bij Autogek. En we hebben een hele gezellige gast vanavond. Ja, en ook nog een hele snelle gast. Een leuke gast. Nou, vertel het eigenlijk zelf maar, want het is onze collega Ramon. Welkom. En natuurlijk Elko, jij ook welkom. Ja, fijn dat je weer bent. Ja. Ramon, wat leuk dat je het bent, man. Ja, leuk. En vertel, want jij had een drukke week afgelopen week. Wat heb je gedaan? Want er was iets van een filmfestival, hoorde ik. Ja, dat klopt. Afgelopen weekend heb ik met een groep filmmakers inderdaad meegedaan aan het 48 Hour Film Project in Utrecht. Wat inhoudt dat je een aantal elementen krijgt wat je in je film moet verwerken. Ja. En vervolgens doe je eigenlijk mee aan een internationale competitie. En het leuke is dat je film ook wordt vertoond op het filmfestival. Kijk zo. En die film moet dus in 48 uur worden gemaakt. En hoeveel films worden er gemaakt dan? Hoeveel groepen werken er mee? Rond de 30. Zo. En dat, maar krijg je dan ook acteurs tot je beschikking? Of moet je het echt van het ground af helemaal zelf maar uitzoeken? Je moet het helemaal zelf uitzoeken. Je krijgt dus een script en Nee. Je krijgt alleen die ingrediënten. Okay. Die moeten erin zitten. En ja. Je krijgt een genre. En acteurs moet je zelf regelen. Maar het is wel leuk. Het is een internationale competitie. Een van de dingen is ook dat je alles vrijwillig moet doen. Dus veel ook bekende Nederlandse acteurs willen graag wel meewerken. Als het ook inderdaad een professioneel team is. En daar doen genoeg professionele teams aan mee. Ja. Maar hartstikke leuk. Zo'n filmfestival. Dat lijkt me echt fantastisch om te doen. Wij gaan het hoog tijd natuurlijk voor Max. Want vorige week, zoals we aankondigden, vandaag zijn de vrije trainingen. We hebben ook nog de mogelijkheid gekregen via onze vrienden bij Red Bull exclusief een interviewtje met Max. Hij antwoordt in het Engels, omdat het voor de internationale pers is dat altijd een verplichting. Maar wij hebben de vraag gesteld in Nederlands. Kijk even mee. Max, er wordt veel over jou gesproken elke week. Hoe ervaar je dat zelf? Well, I always consider it very positive when you're a talking point in F1. So, yeah, even when it's negative or positive, you know, it doesn't matter. As long as they talk about you, that's good. En heeft alle aandacht veel invloed op jou? The attention doesn't really affect me. I mean, for me, the most important thing is just to deliver on the track, and that's where I'm focusing on. Wat is er veranderd sinds je bij Red Bull Racing bent? The things that changed for me since joining is it's another level. You know, it's stepping up quite a big, I would say a big step. But it's a bit difficult for me to really comment on that because I mean, if you come in and you win your first race, maybe some people don't believe that it's such a big step. But it is. You know, I'm still learning right now. I'm still getting to grips with the car better and better every session. And I think this year is definitely a good learning school for me. You know, to get really well prepared for next year. Je hebt je allereerste punten in de Formule 1 gehaald vorig jaar in Maleisië. Yeah, my memories in Malaysia last year, for example, with the race, they've been very positive. The weekend started off pretty difficult, but we managed to turn it around, especially in the race, or even in qualifying already. That was a good qualifying, and then in the race, not an easy start, but from there on, just enjoying it. You know, good racing on that track. The humidity is a bit harder on your body, but that makes it also more interesting. So I'm looking forward to go back there. Zijn de omstandigheden zwaar in Maleisië? I think especially after Singapore, you don't struggle so much with the heat. Of course, it's still annoying. I mean, it's very warm in the car, but the track is so beautiful that you don't really care about the heat. Heb je nog speciale hittetraining gedaan om ermee om te kunnen gaan? Last year I did quite a bit of heat training before. But I think always the first time when you go to such countries is a bit of a shock to your body. But I think after 1 year you don't need to do that anymore because you know how to cope well with it. And with the experiences from the year before you know how to get into the weekend well. Dat was dus Max. Laten we eerst even terugkomen op dat puntje aandacht. Want we hebben ook met Ricciardo gesproken en daar komen we dan ook nog even op terug. Hij kan daar blijkbaar toch goed mee omgaan. Ja, hij laat zich niet opnaaien. Er is niks aan niemand. Nee. Hij doet gewoon zijn ding. En hij geeft ook toe dat hij gewoon nog steeds het leren is. Ja. Ik vind het echt een supersportman dit. Ja. En hoe kijk jij daarnaar, Ramon?
Want zo'n jongen staat dus, we vergeten iedere keer dat hij nog maar net 18 is. Hè? Ja, het is nog super jong. Het is enorm knap wat hij al heeft gepresteerd. Ja. En het is inderdaad, wat Hilco zegt, ook gewoon heel knap dat hij zo zich bewust is van het feit dat dit nog een leertraject is. Ja. En dat als die auto inderdaad volgend jaar zo goed is, dat hij dan misschien inderdaad met al om de wereldtitel mee kan vechten. Ja. En daar is hij zich heel erg van bewust. Ja. We hebben ook zoals ik al aangaf, met Ricciardo gesproken. Ook even de vraag gesteld of de aandacht van Max nou bij hem ook wat invloed heeft. Kijk maar even mee. Ricciardo, er wordt veel aandacht geschonken aan Max. Stoort jou dat? I think Max is, you know, sure getting a lot of attention. He's the youngest ever F1, I think, driver and winner. I get asked about him a lot as well, but you know, it's not a hindrance. You know, for him, obviously, there's a lot of attention and pressure. But for me, it's, you know, obviously, I keep doing my thing, and I know he's very talented. And you know, if I can, you know, get the upper hand on him, then it's a bit like with Seb. You know, they're very highly regarded and highly hyped drivers. So, you know, if I can just do the job against them, then it only helps me out. Wat is het verschil tussen Sebastian Vettel en Max als teamgenoot? I think, you know, with Max and Seb as teammates, you know, obviously two different points of their career. But equally, you can still learn from both of them. You know, Seb's experience, the way he interacted with the team was pretty interesting to see, and that was cool. And you know, Max is coming in with a lot of youth, a lot of like fire and energy, and you know, some new driving techniques, which, you know, let's say maybe the younger kids are doing. So it's interesting to learn from both of them. And it's cool. I like having, you know, as many teammates as possible. It's great because, you know, the more people you can learn off, the better I think it will make you as a driver. En Ricciardo, wat verwacht je van Maleisië komend weekend? I think for Malaysia, you know, I'd love to, again, you know, we've had a fair few podiums the last handful of races, so I'd love to keep that going. It's one where I think we can be fairly strong. They've resurfaced the track, it's new now, so I think we can do quite well there, but let's see. Dat was Ricciardo. En wat ik wel heel leuk vond eigenlijk ook om te zien. En ik denk ook dat hij daar oprecht in is. Dat hij zegt van het is wel een heel getalenteerde coureur. Ja. En hij schakelt hem eigenlijk op zo'n beetje hetzelfde niveau als Sebastian Vettel. Laat me niet vergeten, die is al viervoudig wereldkampioen. Ja, maar dat is een ongelooflijk sympathieke vent, die Ricciardo. Ja. Dus ja. Die zal nooit iemand afzeiken volgens mij. En wat me ook opviel, ik weet niet of het jullie ook is opgevallen, hij praat heel veel in teamverband. Hè? We moeten het podium halen, we als team. Hè? Ja, het is algemeen bekend dat de coureurs van elkaar leren, hè, in het team. Dat is, iedereen maakt zijn foutjes, iedereen heeft zijn goede dingen. En als je dat een beetje kan uitwisselen met elkaar, dan kan je elkaar een beetje omhoog helpen. Dat is makkelijk zat. En dat hij ook zei van de jongere rijders, de andere technieken, hè, waar hij weer van leert van Max. Ja, daar heeft hij laatst iets over gezegd. Wat was dat ook alweer tussen Ricciardo en Max? Oh ja, Ricciardo vond Max nogal een race nerd. Dat hij ook overdag wel 4 uur lang achter zo'n zat te gamen en eigenlijk alles maar onderzocht. En Ricciardo zei, ik ben zelf eigenlijk veel meer een racer. Ja. Maar in dat opzicht is er wel een verschil, ja. Okay. Ja, maar zo is Max ook opgevoed, hè? Ja. Dus morgens een bedje kwam, dan werd hij in een simulator neergezet, moest hij racen en daarna zijn katje en daarna een raceauto. Ja. Dus daardoor is hij ook zo groot geworden op zijn jonge leeftijd. Ricciardo had er al even kort over, er is nieuw asfalt in Maleisië op Sepang. Ik hoop niet dat het een vooruitblik is op het geluid van de bangen, Sepang, maar het zal wel niet, hoop ik dan. Maar ik zag vanmiddag, wat is jou opgevallen in de vrije training? Heb je nog wat mee? Dat de rondetijden veel sneller waren. Ja, ik heb alles gezien, de eerste en de tweede vrije training. Weer sneller als vorig jaar? Ja, ze dachten dat ze een seconde of drie sneller zouden zijn, maar zijn we bijna 5 seconden sneller. Ja. Maar dus, qua banden? Dat is heel apart. De tweede training heb ik gezien dat Max dus op die hardere band ging rijden. En dat hij daar verschrikkelijke goede tijden mee reed. Ja. De anderen die kwamen er gewoon niet mee aan de pas. Nee, dat was in de race simulatie. Ja. En hij reed dus op de lange stints. Die goede tijden. Daar was hij ook tevreden over. Ja. Overal qua snelste rondetijd, dus de korte tijden. Ja. Zaten ze op de 5e plaats in de tweede training en 7e op de eerste training. Ja. Ja. Mercedes zoals gebruikelijk zat weer goed bij. En één heel opvallende. Ja, die was zo dat. Alonso. Alonso zat er goed bij. Die McLaren begint te komen. Ja. Ja, het hele seizoen
Ja. Heel langzaam een stijgende lijn. Ja. Ja. Eigenlijk, ik hoorde laatst een insider zeggen van nou, degene die de grootste sprongen heeft gemaakt dit seizoen is eigenlijk McLaren. Alleen we merken daar nog niet zoveel van, dat die sprongen ook op het chassis heel veel zijn gemaakt. Ja. En men verwacht volgend jaar een hele andere top 3. En ze verwachten dat McLaren dat de plaats van Mercedes gaat innemen. Nou, dat zou allemaal kunnen, ja. Het is heel grappig. Iedereen heeft zijn eigen voorspelling. Ja. Ferrari staat volgend jaar bovenaan. Red Bull staat bovenaan. Ja. Ja, McLaren zegt het al veel langer. 2017 wordt ons jaar. Ja. Maar ja, we gaan het zien. Het worden natuurlijk hele andere regels, andere auto's, andere motoren. Ik hoorde vanmiddag ook dat ze dat Mercedes een langere chassis ging bouwen. Ja, een langere wielbasis. Een langere wielbasis, 20 centimeter langer dan de andere. Zo. Dat zou in verband met de Halo hadden ze dat in eerste instantie gedaan. Dat is nu een jaar verschoven. Ja. Maar ze gaan het nu waarschijnlijk wel volgend jaar al doortrekken. Omdat er dan aerodynamisch veel meer mogelijkheden zijn op dat stuk nog. Okay. Tussen het stuur en de wielophanging in principe. Juist. Nou, we blijven het volgen. Die ontwikkeling. Heb je trouwens dat mooie brandje ook gezien vanmorgen? Ja, met Magnussen. Ja, zo. Ja. Die was er snel uit. Die was er snel uit. Ik had al willen zien hoe hij eruit was gekomen als hij dat dingetje over zijn hoofd had. Ja. Dat was wel een mooi link geweest. Ja, dan toch weer zo'n. Dat is ook weer de beperking van zo'n Halo. Dan, als je dat nu weer ziet, hè? Ja. Want hij kon er nu heel snel uit. Ja. Zijn jullie fan van de Halo? Nee. Nee, oké. Dus niet. Zijn we het daar al eens? Nee. We gaan er langzaam aan een dichte auto toe, maar dat moet je gewoon niet doen. Ja. Nee, dat is de hele. We hebben de DTM voor en zo, voor dichte auto. Ja, niet, precies. Niet Formule 1. Nee. Toch? Nee, precies. Nee. Oké. Als je kijkt de klappers die we dus gehad hebben tot nu toe. Wat gaat het worden voor Max in Maleisië? Ik denk dat het een beetje moeilijk gaat worden. Voorspelling? Einduitslag? Ik hoop een derde plek. Ik denk dat dat wel heel. Ja, ik weet het niet. Het lag zo dicht bij elkaar ook in de lange runs. Ja. Dus ik denk dat het een hele spannende race kan worden. En dat een podium al heel knap zou zijn voor Max. Ja, ja, die Ferrari zit er dichtbij. Dat is, Die zit er dichtbij. Ik denk dat het richting de P5 gaat. Ja, als ik realistisch moet zijn, denk ik ook P5. Ja. Ja, want ik geloof niet dat dit nou echt hun. Maar dan, volgende week, ter afsluiting van ons Formule 1 blokje. Volgende week gaan we alweer naar Japan. Zit maar één week tussen nu. Ja. Wij hebben ook aan Max en aan Ricciardo gevraagd. Hoe kijken ze uit naar Japan? Kijk even mee. Max, jij hebt volgens mij goede herinneringen aan Japan. Yeah, my thoughts about the Suzuka circuit is very special memories. You know, I made my Friday practice debut there on a track which is very difficult, but I loved every moment since that Friday practice, but also then my first official race weekend there. It's one of the best tracks in the world, especially the first sector is very challenging, and I enjoy it. Also the fans there, they're very passionate. They're a bit crazy, but I like it, so it's good to see. So can't wait to get back there. En wat zijn je verwachtingen voor de race volgend weekend? It was a very tricky start to the race. I mean, I retired in qualifying, and then I had to start last, almost last. And from there on, I had a good race. I enjoyed it. Even on a track where you normally can't overtake that much, I managed to overtake. And hopefully this year we have more points than I think I was 9. So yeah, hopefully a bit closer to or on the podium. Ricciardo, wij vroegen het net ook al aan Max. En wat zijn jouw verwachtingen volgend weekend? For me, the Suzuka circuit is great. It's fast. Fast and flowing are like two words in a circuit which I love. You know, if it's fast and flowing, then it's normally fun. So like the first sector in Suzuka, it climbs uphill like a snake. You know, it's like right, left. And you know, you got to like put it all together. And that's fun. You know, it's like fifth, sixth gear. So we're doing, you know, high speeds through there. And we're climbing, then we come down, and I don't know, it's similar to like a roller coaster feeling where you're back and forth, up and down, so I like that. Ja, de coureurs die vinden het een geweldig circuit in Japan. Want ja, zoals Ricciardo zo mooi zegt, het is net een achtbaan. Ja, ja. Maar ja, dat zien we dan volgende week. Eerst nu natuurlijk Maleisië maar goed afbrengen. En dan volgende week Japan. Viel je niet op dat bij Max, dat hoe snel eigenlijk die tijd gaat? Ik zat te luisteren naar dat interview en dan denk ik van ja, vorig jaar, weet je wel, was het zijn tweede race in een Formule 1. Ja. En nu praat hij erover alsof het al jaren... Ja, hij hoort bij de top gewoon. Dus, dat weet hij zelf ook wel, hoor.
We wachten het af wat het gaat worden in Japan. En nou, Japan, daar hebben we het volgende week nog over na de vrije training. Maar in ieder geval voor Maleisië. Morgenochtend, dat is dus zaterdag dan, wanneer je dit terugkijkt. Zaterdag is om 10, ik geloof van 10 tot 11, de kwalificatie. Ja. En de race zondagochtend om 9 uur. Wij volgen dan ook nog Nick de Vries. Ik heb daar vandaag nog niet veel van kunnen terugvinden. Want Nick die moet dit weekend ook rijden in Maleisië. Maar daar komen we dan volgende week weer op terug. Omdat dat morgen en overmorgen, als we dit opnemen, pas verreden wordt. Hij heeft zich in ieder geval als derde gekwalificeerd. Kijk, daarom zijn we blij dat Ramon er is. Ja. Als derde gekwalificeerd, Nick de Vries bij de GP3. Ja. Dus dat is voor de eerste race op zaterdag. Ja. Ja. Nou, super. Hoor. Dat klinkt goed. Ja. En binnenkort is hij onze gast, dus dat wordt dan zeker leuk. We hebben elke week natuurlijk onze trouwe vriend, de taxateur. Deze week was hij voor een heel snel Renaultje naar Balk. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, alles goed jongen? Ja. Ben goed voor? Voor de Renault? Oké. Okay. Gaan we daar eens even naar kijken. Hij stond al buiten, zag ik. Ja. Dat mooi, mooi. Vandaag zijn we te gast in Balk. En we zijn bij een Renault 5 GT Turbo. Maar niet zomaar een 5 GT Turbo. Dit is wel even een klein kanonnetje, zeg. Ongelooflijk. Prachtige mooie rode kleur. Zo zijn ze niet helemaal geleverd. Het is de kleur feu rouge, zoals die ook op een Clio is geweest. Maar kijk eens even hoe mooi en strak dit aangebracht is. Het is werkelijk een uitstekende paintjob, om het zo maar eens te zeggen. De Renault staat op een sportonderstel. En dat wil zeggen dat hij toch altijd nog een kleine 40 mm lager staat als een gewone 5. Nou, dat is ook goed te zien. Het hangt er mooi, lekker laag in. En dat geeft de auto ook een heel bijzonder zwaartepunt. De auto is eigenlijk, zoals hij hier uitgevoerd is, zeer geschikt voor kleine competities. Zeg maar een zomeravondcompetitie. Prachtige Speedline velgen. Speedline Corsa met als mooi accent. De rode letters die erop staan, die komen weer precies terug in de kleur van de carrosserie. Nou, de carrosserie is helemaal strak. Maar dan ook echt helemaal strak. Hier kan ik eigenlijk geen enkele opmerking over maken. Mooi vind ik het sportpakketje wat erop zit. Dat is inderdaad, zeg maar, de skirts aan de zijkant. Maar ook de wielkasten die er bovenop zitten, die zijn van kunststof. En het probleem is vaak dat je met kunststof en metaal het verschil in basismateriaal zorgt vaak voor een kleurverschil in de lak. Dat is niet gebeurd. Dat wil zeggen dat de base coat die hieronder zit gewoon uitstekend aangebracht is. Hier is prachtig werk aan verricht. De sticker is niet origineel, maar wel fantastisch leuk. Je ziet in één keer dat het een GT Turbo is en je ziet ook dat er nagedacht is over het design. Van boven naar beneden, van breed naar smal uitlopend, dat geeft de auto ook weer een hele mooie sportieve uitstraling. Nou zit er een heleboel leuke dingen aan de binnenkant van deze Renault. In eerste instantie een kooi, een verstelbare kooi. Nou, dat zal je niet gauw tegenkomen bij een auto waar je gewoon mee de straat op gaat. Maar juist wel als je daar competitie mee gaat rijden. Maar dan nog, als je zo hiermee onderweg, zeg maar van Balk naar Sneek rijdt. Dat is een leuk weggetje en dan kan je inderdaad nog wel eens eventjes het een en ander uitproberen aan bochtenwerk. En dan is het fijn als er zo'n stevige rolkooi in zit. Die rolkooi is er niet alleen ter versteviging en ter veiligheid van de bestuurder. Maar die rolkooi is er voor een heel groot gedeelte ook voor de stevigheid van de auto. Een Renault, het is in principe maar een tweedeursje, maar wel met een hele grote deur. Dus heel veel stevigheid komt er vanuit de deur niet echt. Dus je geeft de auto veel meer stevigheid en met een flink vermogen in de motor voorkom je tordering. En tordering wil zeggen dat de auto gaat bewegen ten opzichte van het onderstel.
De stoelen die erin zitten zijn van Raceland. Dat is leuk. Raceland bestaat niet meer, maar was in de tijd dat deze auto heel populair was, althans de 5 heel populair was, een topmerk. Het is een licentie van onder meer Yamex en Corbeau. En dat staat weer voor een stukje kwaliteit. Want zowel Yamex als Corbeau leverden echt zelfs tot in de Formule 1 leverden ze stoeltjes op maat. Nou, die Raceland zijn daar afgeleide van. Je kan het zien aan die prachtige vos die erin geborduurd is, boven en onder. En de stoelen zijn ook in een hele mooie kwaliteit. Alleen de bestuurderszijde heeft 2 kleine gaatjes. Minpuntjes. Jammer, maar niet anders. Wel goede en stevige 4-puntsgordels. Want als je een beetje sportief gaat rijden, moet je ook goed vastzitten in zo'n auto. Ik ga even op de knieën, zoals dat heet. En dan doe ik de bril af, want als ik eronder moet kijken, wil ik ook graag zien wat eronder zit. Hier is hij echt super hard. En wat mij opvalt, is dat er een volledige race-uitlaat onder zit, een sportuitlaat. Hij is dikker van diameter en heeft dus een veel betere flow. Maar dat moet ook wel. Want als je een beetje sportief wil rijden, dan moet dat ook wel. Als ik dan in de auto stap, en dat valt niet mee met mijn omvang, in zo'n sportieve auto, moet ik het been er even over de kooi heen helpen en dan zit ik vast. Ik kan geen kant op. En dat is ook eigenlijk de bedoeling, want als je stevig door de bochten gaat, dat zei ik net ook al, stevig door de bochten gaat moet je vastzitten. Je moet stevig zitten. Je moet niet van links naar rechts kunnen. Dus je zit echt heel stevig vast. Dat is een voordeel een beetje van deze stoelen. Het is niet zo dat je zegt van ik ga hier nu eens een paar honderd kilometer mee rijden. Want heel comfortabel is het niet. Het stuur is een Poly Racing stuur. Dat is ook weer een mooi verhaal. Het Poly Racing stuur die heeft vlakjes in de spaken. Dat mocht er een hele grote crash komen, dat het stuur niet in je gezicht terecht komt of wat dan ook. Maar het stuur buigt naar achteren. Het is speciaal ontworpen voor destijds de Renault 5 Cup. Maar dat is al een hele tijd geleden. Het dashboard is origineel. Het is wel een 5 GT Turbo dashboard. Maar er is eigenlijk geen aanpassing aan voor competitiegebruik. En eigenlijk hoeft het ook niet, want hij heeft alles wat hij hebben moet. Een toerenteller, een tachometer en je moet er vooral ook weten hoeveel brandstof erin zit. Er zit zelfs een audio installatie in. En dat is eigenlijk een beetje het minpunt van deze auto, dat zijn de deurpaneeltjes. De deurpaneeltjes zijn, ik denk nog heel origineel, ook nog van voor de restauratie. En dan zie je inderdaad dat ze met parkertjes vastgezet zijn, dat is niet heel netjes. En ik zou ook, als ik een deurpaneeltje zou kunnen vinden zonder spiekergaten, zou ik dat doen. Het maakt het geheel een beetje strakker en mooier. Dit is net even het minpuntje. Je ziet ook dat hier de kaartenvakken die erin hebben gezeten verwijderd zijn. Nou, dat is ook logisch. Want anders krijg je de deur niet dicht met die rolkooi. En dan moet ik er weer uit. Sommige auto's wil ik niet uit. Bij deze vind ik het niet zo heel erg. Of ik moet 40 kilo af gaan vallen. En dat zit er ook niet echt in. We doen de klep open. En zoals het bij een sportieve auto betaamt, gaat de klep. Sluit de klep aan de voorkant. Of hij sluit aan de raamzijde, moet ik zeggen. Zo, ik zet hem even vast. En je ziet dan dat hier ook onder de kap een aantal aanpassingen zijn. Als je alleen al kijkt naar die ducthoses, dat zijn die slangen. Die slangen die zijn niet van rubber, maar die zijn van siliconen. Die kunnen dus een hogere temperatuur hebben. En zijn net eventjes een beetje sterker. De slangen voor de oliekoeler, in dit geval ook, die zijn nickel wound. Waarom nou nickel wound slangen? Je kan je voorstellen dat metaal heeft een koelende werking. En hoe groter het oppervlak van het metaal is, hoe groter die koelende werking is. Nou, als je een heleboel gevlochten stukjes metaal hebt, vergroot je daarmee het oppervlak. En daarmee is ook de koelende werking eigenlijk al voor de oliekoeler begonnen. De oliekoeler die hier voor de radiateur zit, die begint eigenlijk al met koelen in de slang. Dus je kan dus meer vermogen van je auto vragen, meer van je olie, want dat is ook nog iets. Je kan hier niet zomaar een gewone olie van een tweede rangs merkje ingooien. Hier moet wel even iets speciaals in. Er staat niet voor niks op dat ze 11 in dit geval adviseren. Nou, als ik hem open doe, kan ik zien dat de auto al een tijd stil staat. Je ziet dat er staat een klein beetje olie staat erin, maar niet veel. Hij is droog. En er wordt dus duidelijk weinig gebruikt. Als je zo'n auto koopt,
en je let op het elektrisch systeem, dan zie je dat je regelmatig loose ends tegenkomt. Kijk hier en hier. Dan hoef je in dit geval niet bang voor te zijn, want die loose ends die je in het elektrisch systeem tegenkomt, dat zijn voor een heel groot gedeelte zijn die bedoeld voor diagnosestekkers. Die auto kan dus al heel makkelijk aangesloten worden op een computer of op een diagnoseapparaat en op die manier afgesteld worden. Nou heb ik deze auto in een grijs verleden alles, of in een grijs, in een recent verleden alles horen lopen. En wat mij opviel, is dat de auto pas lekker gaat lopen bij ongeveer een 2500, 3000 toeren. Dat wil zeggen dat er sneller een nokkenas in zit. Er is dus duidelijk ook aan de tuning van de auto gedacht. Je moet een beetje vermogen leveren, want een auto die zo'n sportieve uitstraling heeft, die moet ook wel wat kunnen presteren. We laten ze weer zakken. En als je goed kijkt, zie je dat alles fantastisch mooi sluit. Alle naden zijn recht. Het is zeker aan de buitenkant een fantastisch mooie auto. De minpuntjes, die kleine minpuntjes die ik gezien heb, zijn de gaatjes in de stoelen. Dat zijn de deurpaneeltjes. En voor de rest is het gewoon een impeccable auto. Alles sluit mooi, alles functioneert. En alles functioneert ook zoals een auto moet functioneren. De waarde van een auto in deze conditie, een 2 plus conditie, dat wil dus zeggen beter nog dan zeer goed in dit geval. Daar moet je rekenen op €15.000. En dat is de te verzekeren waarde. Een mooie Renaultje 5. Turbootje. Ja, op circuit dat ding. Ja, dat echt, en deze was echt gebouwd om mee te gaan racen. Ja. Dat is echt... Maar dat hebben ze de laatste tijd niet gedaan. Nee. Maar ik was er natuurlijk bij. En dat ding was inderdaad in helemaal mintconditie. Ja. Echt zo mooi. Mooi gespoten. Ja. En, mooi gerestaureerd, weet je wel, helemaal klokgaaf. Maar wel een hoop geld. Ja. En toch wel weer wat meer kwijt voor een Oldtje 5. Ja. Dan is het goedkoper om die SLK-klasse te rijden. Echt wel. Want dat hoorden we toch een paar weken geleden. Hè? Rond de 10 mil heb je compleet. Ja, 10 mil hebben we klaar. Ja. 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 Maar we hebben ook deze week weer een autogek van de week. En dat is een hele bijzondere autogek. Want dat is namelijk onze eigen autojournalist Arnold. En die heeft ook een hele leuke hobbyauto. Ik ben Arnold Verschepen, technisch autojournalist. En dat betekent dat ik iets heb met autotechniek en auto's. Maar bij een autoliefhebber verwacht je niet meteen een Nissan Sunny. En toch is dit min of meer de auto van mijn dromen. Ik ben begonnen met een Nissan Sunny, dat was mijn eerste autootje. En sindsdien aan het merk en vooral aan het autootje verknocht geraakt. Eerst een Nissan Sunny gekocht toen ik 13 jaar oud. Met 1,5 ton op de teller, gereden tot 3 ton. Toen weggedaan en meteen spijt gekregen. Lang verhaal kort, ik heb vrouw gezegd, als ik ooit een mooie Sunny tegenkom, dan koop ik meteen weer in. Ik overleg niet. En een jaar of 4 terug kwam ik deze Sunny op het spoor. Hij stond langs de weg te koop, in Friesland ergens. En ik reed voorbij, ik heb een rechtsomkeert gemaakt, gevraagd of ik een proefrit kon maken. En ik was meteen gekocht. Het geluid, de geur, het rijgedrag, het rijplezier wat ik aan het wagentje heb beleefd. Alle herinneringen kwamen boven en toen heb ik besloten dit autootje te kopen. Ik heb hem toen gekocht voor €1000. Dat was toen een redelijke prijs voor deze auto. Maar gezien zijn technische staat was het ook wel weer een hele nette prijs. Hij was nog mooi knalrood. Hij stond goed in de lak. Eigenlijk weinig roest, vrekt weinig roest voor zo'n Sunny, want roesten willen ze wel. En ik heb hem gekocht en in de loop der jaren heb ik hem langzaamaan heb ik hem opgeknapt. Het eerste wat ik gedaan heb is hem een keer heel goed schoonmaken. De lak polijsten, de auto gewassen, van binnen schoonmaken. En toen bleek al wel dat er echt een hele goede auto was. Ik kwam wel een paar kleine rotte plekken tegen. Die zijn door de plaatwerker en de spuiter helemaal weggehaald, waardoor hij nu weer helemaal als nieuw uitziet. Hij is opnieuw gespoten, maar slechts ten dele. Voor die tijd was hij net zo rood als hij nu is. Alleen nu is hij helemaal kras en deukvrij en roestvrij. Verder heb ik heel weinig aan de auto hoeven doen. Een goede onderhoudsbeurt, toen was hij weer up and running. Deze motoren zijn gewoon oersterk.
Afgezien van het cosmetische verhaal heb ik weinig aan de techniek van de auto hoeven doen. Deze motoren, het is een 1612 klepper, zijn gewoon oer en oersterk. Verwachte levensduur is op zijn minst 500.000 kilometer. Ik heb wel wat cosmetisch werk verricht onder de motorkap. Maar met regulier onderhoud kom je gewoon een heel eind met deze motoren. Heeft een distributieketting, hydraulische klepstoters. Dus het motoronderhoud bestaat uit olieverversen, oliefilter, luchtfilter, bougies. En daar is het eigenlijk wel mee gezegd. Het koelsysteem heb ik wel gespoeld en een nieuw koelvloeistof voorzien. Ja, voor de rest is de auto zoals die was toen ik hem kocht. Zoals gezegd zijn het heel betrouwbare motoren en ook hele sterke motoren. In de tijd dat deze auto's nieuw verkocht waren, ging al wel het verhaal dat ze meer vermogen leverden dan Nissan zelf opgaf. Ze werden verkocht met een opgegeven vermogen van 90 pk. Maar door de monteurs en de bereiders die toen met jou te reden, werd het vermogen al wel op een pk of op pk 100 ingeschat. 2 jaar terug is deze op de vermogenstestbank geweest om eens te kijken wat er van die claim waar is. Op een Dyno Dynamics bank die ook transmissieverliezen meerekent, konden we terugrekenen tot 98 pk aan de krukas. Dus dat na 26 jaar met 180.000 kilometer op de teller. Zet dat af tegen het wagengewicht van 950 kilo en dan zie je gewoon dat het een hele levendige, lekker vlotte auto is om mee te rijden. En dat is ook wel een beetje mijn rijstijl. Niet snel, maar lekker vlot. Lekker toeren op de binnenwegen, dus even flink optrekken op de snelweg. Dat is gewoon leuk om te doen. Dat was Arnold met zijn eigen Nissan Sunny. Ja. Nou ja, toch leuk dat je ziet dat je eerste auto vaak in je jeugd, dat je daar toch iets speciaals mee hebt. Ja, dat blijft bij je. Ja. Dat blijft bij je. Ja. En hij zegt ook, ja, in die tijd was dat natuurlijk een hele snelle hatchback. Hè? Ja. Dat waren natuurlijk de tijd van de Golfjes en de, nou ja, we hebben net eentje gezien, hè? De Renault 5. Ja. Het waren allemaal de fast hatchbacks. Hè? Ja. Nou, die dingen, dat ook gehad vroeger? Nee, ik had een bestel eens. Je had een bestel eens? Een bestel eens, ja. En wat is jouw eerste auto geweest? Of is ja, dat... die heb ik nog steeds. Die heb je nog steeds? Het is een Peugeot 206 uit 99. 206, kijk. Ja. Kijk, en dan denk ik dat als jij dus straks zeg maar 20 jaar verderop bent, dat je dan inmiddels heel andere auto's rijdt en dan een keertje weer zo'n 206 ziet en dan denk je toch van... Nou, dat ik moet zeggen, hij rijdt prima. Ja. En op dit moment hoeft het ook niet anders. Nee, dus, nee, het is prima wagentje. Maar ik hoop dat ik over 20 jaar wel in een andere auto rijd. Ja. Dat, ja. Ja. Nou ja, je hebt er klaarblijkelijk toch het talent voor om een beetje auto te rijden. Want je hebt in onze simulator gereden. Ja, dat klopt. Hoe ging dat? Ja, best wel goed. Ja? Ik ken het circuit natuurlijk een beetje. En voor de rest... Want moet je kent het circuit een beetje, want... Nou ja, ik volg de Formule 1 natuurlijk ook. Ja, ja. En... Okay. Over het algemeen weet ik elk circuit wel een beetje uit mijn hoofd. Ja. Dus het is eventjes wennen aan de simulator en dan, ja. Nou, we zijn benieuwd, want we gaan even kijken nu naar de snelle ronde van Ramon. En dan rijden we mee aan boord met Ramon. Eens kijken hoe die het ervan afbrengt. Voorlopig zitten we nog op een rechtstuk na de dingen. Kijk eens, mooi gelijk die topsnelheid boven de 325, 329 zelfs. Afremmen naar de eerste chicane, terug naar 70 kilometer. Hier snel opschakelen. Kijk, dan ben je bijna kwijt daar. Want dan krijg je zoveel kracht op die achterwielen. Maar hij herstelt goed. Hier neemt hij keurig de bocht en gaat door op de volgende chicane. Snelheid weer snel boven de 300 kilometer, terug naar 110. En in zijn derde versnelling die chicane keurig genomen. Volgende bochtencombinatie. Het is belangrijk dat je hem goed binnen aansnijdt. Doet hij perfect. Kijk, hier nog even het curbstoontje mee. Je ziet de geconcentreerde blik. Volgende bocht ook goed genomen. Hier is ook zo'n punt dat je bent hem zomaar kwijt. Maar hij haalt hem hier perfect. Mooi in de binnenbocht hier. En op het rechte stuk. Hier had je alle in zijn acht moeten zitten.
Ja, daar komt hij net iets te laat en dan mis je dan misschien net die paar tienden weer. Hè. Het kan, maar je ziet het potentieel zit erin. Hè. Het is een snelle rijder dit. Dat kan je gewoon aan zijn hele rijstijl. Mooi rustig, rustige stuurbewegingen. Je ziet dat ook bij een heleboel coureurs die we hebben gehad. Dat het heel nerveuze stuurberichting. Kijk, hier zie je ook keurig rustig. Heel beheerst. En hij haalt hier ook prachtig de apex. En dan zie je dat die auto zijn snelheid ook haalt. Ik denk dat dit een hele goede ronde is. Dat was Ramon. Het zag eigenlijk best wel heel goed uit. Het is... Ik had het gevoel dat je nog misschien wel wat tijd kon winnen her en der. Ja, dat weet ik wel zeker. Ja. 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 Ik weet ook niet welk rondje je hebt gepakt. Maar, nou, we hebben de snelste ronde gepakt. Oh, de snelste ronde. Ja, zo heet het, hè? De snelle ronde. Okay. Dus wij pakken het snelste rondje. Alleen de ronde waar je dus gedisqualificeerd wordt omdat je te veel hebt afgesneden of de chicane niet helemaal hebt gepakt. Ja, dan ga je, hè? Je kent het, hè? Track limits, hè? Ja. Tegenwoordig. Dus ja, daar zijn we heel strikt in, Ramon. Ja, dus dat houden wij ook op de zaal. Ja. Maar op ons leaderboard, waar denk je dat je zelf zo'n beetje terecht zou komen? Nou ja, ik vraag me af. Ik denk top 5. Top 5? Ja. Dat moet je toch teleurstellen, want top 5 heb je niet gehaald. Nee, dan was het ene rondje toch net buiten de baan. Ja, het was toch te veel track limits. Maar je hebt wel een hele keurige tijd gehad. Want je bent, je zit ernaast. Dus ja, daar kom jij. Top 6, ja. Ja, top 6. Kijk, want jij komt één hoger nog. Ja, ja. Ik zat er bijna fout. 1 hoger. 1:32.841. En dat is een hele nette tijd. Ja. En daar kan je best heel tevreden mee zijn. Het is 10 seconden langzamer dan dat Max reed. Dat hebben we als richtpunt. Maar ik denk als jij iets langer in de simulator zit, dat die tijd wel eens verbeterd kan worden. Dus wellicht gaan wij nog een keer, hadden we besproken, jaar gaan we competitie doen met de top 10 rijders. Dus laten we hopen dat je dan voor jou ook dat je in de top 10 blijft. En dan nodig je graag uit om mee te doen in een top 10 klassement race. Ja. Dit was Autogek voor deze week. Volgende week zijn we er weer met Maleisië en een vooruitblik op Japan. Tot dan, tot Autogek.